welkom bij Patricius Pad. Het is een vroege ochtend. Het is nu ongeveer, eens kijken, 5:50. Ja, mijn plan is vandaag om zo ver mogelijk te rijden, want ik heb wat achterstand opgelopen. Ik hoop dat het geasfalteerde weg is, zodanig dat het allemaal wat sneller gaat. Ik sta hier aan een prachtig nasstation waar ik gisteren de laatste 5 liter er nog bij gedaan heb, zodanig dat ik mijn volle tank kan vertrekken. Dit is het hotelletje Bajo Caracoles in Argentinië. Als ik 400 kilometer doe, dan moet ik ongeveer in Tres Lagos zijn. En dan verder door naar Calafate, waar ik de befaamde gletsjer Perito Moreno zou kunnen gaan bezoeken. Maar dat is dan voor overmorgen. Ik hoop een prettige en veilige en mooie rit te hebben vandaag. Maar zo ziet het er in elk geval naar uit. Oké. Ah ja, en zo ligt het er hierbij, hè. Mijn hoes van mijn motto was er vanaf gewaaid, was er dan bevestigd. Maar ja, daar ligt ze. En het is geasfalteerd, dus ik hoop dat het snel gaat. Wanneer koos. De reeks. Dat hier is. Maar ik ben aan het kijken of het hier open is, maar ik denk het niet. De wind giert hier over de Pampas. Dat is serieus werken om je recht te houden. Ik heb hier juist 2 dikke truien bij aangetrokken. Het is zonnig, maar toch tegelijk ijskoud. En het is vechten om recht te blijven met de motto. Thank you.
ben al 60 kilometer aan het rijden sinds ik de laatste keer getankt heb. En het volgende nafstation is pas over 130 kilometer. Hè. Dus je moet wel je logistiek goed bijhouden hier. Anders kom je in de problemen. En soms, like als er straks, heb ik een omweg gemaakt van ja, 3 keer 30 kilometer om aan een nafstation te geraken. Dus het is wel belangrijk dat je kunt blijven rijden. Hè. De gravelweg is toch de andere niet, hè. Dat is hier zo, zijn zo van die smalle sporen. En als je daar van afwijkt, dan krijg je dit. En de sporen die stoppen plots, dan kom je daarin terecht. Dus het is een kwestie van heel voorzichtig te zijn. Gecombineerd met die sterke wind die hier heerst, maakt dat het toch wel erg gevaarlijk is. Dus het is een kwestie van voorzichtig te rijden, hè. En dat gaan we proberen te doen, hè. Ik ben op weg naar Tres Lagos. Nog eens kijken, 82 kilometer van dit. Ik heb nu sinds deze morgen 453 kilometer gereden. Dat is heel goed. Het is ondertussen iets na 5. Ik weet niet of je dat kunt zien, maar in de verte, daar, die berg, dat is Fitzroy. In El Chalten. En dat is een bekende plaats. Ik zou er willen naartoe rijden, maar dat is nog 92 kilometer enkel. En ik zou dan terug moeten komen. Dat is dan ja, ruim 180 kilometer. Maar ik moet ook nog 120 kilometer doen naar El Calafate. Dus ik ga dat nu even niet doen. En ik laat het over aan andere mensen. Of je zoekt dat maar eens op internet. Ik denk dat dat de moeite waard is om dat te bekijken, maar spijtig genoeg heb ik nu net niet de tijd. Dat is een welbekende rots hier in deze streken. Goed, maar ik ga verder rijden. Ik vind dat ik fantastisch gereden heb. De 453 kilometer is eigenlijk heel vlot gegaan, mooie wegen. Behalve een stuk van 80 kilometer dat vermoeiende offroad of vermoeiende grindweg was. Al bij al was het een heel geslaagde dag. Ik heb ondertussen ook een overnachtingsplaats geboekt in El Calafate. En ik hoop daar binnen een goed uur te arriveren. Van hieruit kunt je het misschien net iets beter zien. Die driepuntige rots, dat is Fitzroy. Ja, dat ligt voor een meer. Eigenlijk een mooie locatie. Toch prachtig, hè? En kijk wie er hier aangewandeld komt. Een voske. Zo'n
bijten. Nee, 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 nee. Dat bijt niet. Ik denk dat het honger heeft, ja. Allee. Tot ziens. Dat we morgen met een volle tank kunnen vertrekken. De rit van vandaag zit erop. Het was de langste rit tot nu toe. Eens kijken, 583 kilometer van Bajo, Bajo Caracolos naar El Calafate. De vermoeidheid is er toch in gekropen. Maar niettemin, dat beestje hier, die Teneré, heeft uitstekend zijn werk gedaan. En ik vind, ikzelf ook. Het was een prachtige rit. Buiten de goede 80 kilometer offroad die vermoeiend was, was het eigenlijk aangename asfalt. Maar de sterke wind maakte dat het toch dikwijls moeilijk was. Dat ik schuin moest gaan hangen. En daardoor voelde de temperatuur nog veel kouder aan dan de 9 graden die hier aangegeven stond. Morgen heb ik iets speciaals in petto, hoop ik. Want dan ga ik een unieke gletsjer bezoeken. De enige, of een gletsjer die op dit ogenblik nog niet aan het terugtrekken is. Perito Moreno. Ik ga het nu tanken en dan zelfs naar mijn overnachtingsplaats. Als je het de moeite vond om te kijken, geef dan een dikke duim omhoog. Abonneren is natuurlijk gratis en dan hoef je geen enkel filmpje te missen. Bedankt om te kijken. Tot morgen op ons volgende Patriciuspad. Dag.